Ik ben helemaal kapot. Hele zware week gehad, maar het is weekend. Mwah. Ik ben lekker thuis. Het was een gekke huis. Wil je mijn week zien? Kijk maar even mee. Ik ben op weg naar kantoor voor onze maandagochtendmeeting. Ik ga zo meteen een van onze nieuwe stagiairs camera in de handen geven, zodat ze mij kan filmen, want ik vind het ontzettend leuk om te doen. Maar dat is natuurlijk niet mijn hoofdtaak. Oh ja, hebben jullie vragen wat wij doen, hoe we het doen, ondernemen, over het schaatsen, over alles mag je me vragen stellen. Laat het me weten in de comments hieronder. Dan kijk ik of ik daar de volgende aflevering iets mee kan. Goedemorgen! Goedemorgen! Lekker weekend gehad? Komt goed uit, ik ook. We zien er niet uit. Dankjewel, Wim. Altijd fijn, hè? Mickey. Jij kan alles met video, hè? Ik ga mijn camera aan jou geven. Dan heb ik mijn handen vrij. Tof. Nou, hier. Alsjeblieft. Dat is abrupt in één keer zo, Mick. Is het je eerste dag? Ja. Wat vind je van je collega's? Leuk. Ja? Maar als een date. Niet. Met wie? Wanneer? Mandy. Als je je salaris nog straf wil krijgen, moet je vooral naar je mond houden. Bezoek. Hey. Oh, hi Mark. Welkom bij ons op kantoor. Kijk, hallo. Een kop koffie. Of een gummetje misschien. Hey. Let's go, trainen. Wat is calisthenics? En daar kun je mij een paar oefeningen voor doen. Absoluut. Ik noem het urban journalist. En je kan het zo gek maken als je wil. Er zijn drie elementen wat erin zit. Er zit een stukje freestyle in. Daarnaast zijn de basics. Gewoon push-ups, pull-ups, dips. Squat sit-ups. En dan heb je de holds en dan hou je dus bepaalde oefeningen zo lang mogelijk vast. Ik wil gewoon zo'n vette oefening. Warming up is voor mensen zonder talent. Zet. Quality over quantity. Heb je echt een teugel? Nee, ik wilde dat wel doen, maar toen moest ik zo'n pakje aan. Is niet cool. Kijk dat? Helemaal. Hey! Dit is zwaar, hoor. Ja, ja. Nou, wat is het laatste ding nog? Wat die dingetje? Ja, een calisthenics. Ja, show-off element. Ja? Oké. Zo. Oh, okay. Nou, hier zijn we. Ja, maar misschien zit het voor de volgende keer met je vriendin. Heb je veel beter met de acro-yoga? Ik weet niet of wat jij met je vriendin wilt doen of ik dat ook wil doen. Thanks man, veel geleerd. Kijk of ik het nog kan gaan toepassen. Ja, die laatste, sowieso. Naakt. Ik kan er iemand voor jullie gamen. Dat zullen we nog eens zien. Gezellig jongen, zij. Computerspelletjes spelen. Carlos komt ook trouwens. Winnaar van Expeditie Robinson. Hallo jongen. Net zo'n toerist. Hallo, ik ben Mark. Het is gewoon hard werken, ja. Snel, hard. Ik wil hier niet filmen. Dat is mijn zoon! Ja, daar loopt. Zo moet je in de oh! Ja, fijn dat ik niet meer wil. Onze settings kloppen niet. Oh my god! Ik en Mark lopen over straat. Eerst wat Mark te horen krijgt. Jij bent die kauwgom meneer, toch? Niet schaatser. Geen Olympisch kampioen. Drugsdealer. Hij is, ja, drugsdealer. Wie moet er hebben? Ja, hier. Hier. Oh, wow. Zit in de neus. Koen kent alle goede gelegenheden in heel Amsterdam. Dus, ik ga zo een grote zaal in. Allemaal voedingswetenschappers in de zaal. Allemaal mensen met heel veel kennis. En ik ga ze vertellen over First Energy Gum. Het was spannend. Maar wel leuk. Mark, why isn't there a caffeinated energy gum product that works directly and doesn't contain sugar? I started First Energy Gum with two of my companions. And caffeine works for endurance, energy, power, fat loss, focus, happiness. That's what we knew. Because our mission is to motivate and help people reach their goals and providing them with a healthy and fast-working energy source. That's what First Energy Gum is. We gaan door! Ja, ik kan natuurlijk niet de hele tijd alleen maar over First vertellen. Ik ga ook langs bij radioprogramma's. Goedemorgen. En ik geef bedrijfspresentaties. Zijn we allemaal klaar voor? Ja! Oké, een hele gekke stop. Ik ben nu in Deventer, daar kom ik langs. En waarom? Dit is het mooiste nieuws van alles. Ik ben oom geworden. Dus ik ga even kijken en ik ga mijn camera lekker niet meenemen. Ik ben net oom geworden, hoe vet. Zo mooi. Mijn jongste broertje heeft een dochtertje en ze is prachtig. Mooiste gebeurtenis van deze week.